Gezondheidspersoneel moet op kundige wijze kunnen omgaan met de behandeling van patiënten die te maken hebben met hypertensie en diabetes. Dat was vanmorgen de boodschap bij de certificaatuitreiking van getraind zorgpersoneel in het kader van het Suriname Hort Initiatief. Suriname heeft dit initiatief van de PAHO en WHO. Dat zorgt voor een gestructureerde aanpak van hypertensie, ook geadopteerd. Ritesh Danpat, onderdirecteur van Volksgezondheid, vindt het belangrijk dat de totale zorggemeenschap dezelfde procedure gebruikt bij het behandelen van patiënten. Nou, het gaat meer om eenduidig maken, zodat iedereen hetzelfde taal praat. Wacht uit waar je in het land gaat voor het zorg. Wat we ook hadden gemerkt is dus dat bijvoorbeeld, ook bij mijzelf, wanneer we de bloeddruk meten, hebben we op een bepaalde manier geleerd. En we zien nu dat er heel veel regels zijn en dat we dat niet echt in acht namen. Dus nu hebben we ervoor gezorgd dat iedereen op de juiste manier de bloeddruk meet. Want als je één keer een klein foutje maakt, kan de bloeddruk dan hoog of laag zijn. De mensen die vandaag hun certificaat in ontvangst nemen, kunnen dus op hun poli waar zij te werk zijn gesteld, beginnen met het Suriname Hartsinitiatief. Dat betekent dus dat zij de patiënt zelf kunnen screenen, zelfstandig bijna, natuurlijk onder supervisie van de arts altijd. Adviezen kunnen geven, beweegadviezen kunnen geven, voedingsadviezen kunnen geven. En afhankelijk van hoeveel de arts, hun als het ware vertrouwt, hun werkgever, kunnen ze dan ook voorstellen doen om de medicatie aan te passen, te beginnen aan te passen en dergelijke. En wanneer ook de lab gedaan zou moeten worden. Stephen Collins, operationele manager van de IDB, meent dat dit project enorm belangrijk is voor de gezondheidssector, vanwege de vele uitdagingen. Collins vindt het daarom nodig nog meer van zulke initiatieven te ondersteunen voor de ontwikkeling van de sector. Infrastructure is always a more expensive component. So the construction of new buildings is a more expensive component. But that allows the ministry to have a new office. It allows other places where patients can go and take care of their needs. But the smaller components are extremely important, actually addressing the healthcare concerns. So the IS4H program is a part of this operation, which there will be an event tomorrow for the IS4H. We've also seen massive success in that over the last several years. And programs like this, again, where health educators are provided with greater capacity to go out and share that knowledge with others. Very important in advancing healthcare. Het is de bedoeling om in de toekomst ook diabetes, astma, kankerzorg en mentale zorg op te nemen in dit WHO-PAHO-initiatief. Het getraind personeel zal zich verder inzetten om overige gezondheidswerkers te trainen.